Sanda Dia, dat was de zoon van een arbeider met Senegalese roots. En de mensen van Reuzegom, die verantwoordelijk zijn voor zijn dood, dat waren kinderen van de absolute toplaag uit onze samenleving. Denk u in zin dat dat omgekeerd was geweest. Stel u eens voor dat het zou gaan over daders, leerlingen van een technische school bijvoorbeeld, met een migratieachtergrond, die verantwoordelijk zouden zijn voor de dood van de zoon van, ik zeg maar iets, een bankier. Zouden we dan hetzelfde hebben gezien? Zouden we dan ook daders hebben gezien die, terwijl het slachtoffer nog in het ziekenhuis ligt, al overleggen met peperdure advocaten? Zouden we dan ook hebben gezien dat de namen van de daders angstvallig uit de pers worden geweerd? Maar vooral, zouden die daders er dan ook van afkomen, zonder dat een werkgever ooit op hun strafblad zal kunnen zien waarvoor zij verantwoordelijk zijn? Iedereen weet dat het antwoord op die vragen nee is. En dat mag ook hier in het parlement duidelijk gezegd worden. Ja, dat is klassejustitie. En dat hangt natuurlijk samen, meneer de minister, met het klassekarakter van de studentenclub Reuzegom. Ik heb het niet over alle studentenclubs. Reuzegom is wel echt een speciaal geval. Een hyper-elitaire club, met hele hoge voorwaarden om toe te kunnen treden, waar men cultiveert dat je andere mensen moet vernedigen, vernederen, mishandelen en zo verder. Er was een van de mensen van Reuzegom die betrokken was bij de dop, die zei, dit moet een bruut jaar worden voor de Vlaamse elite die dat wij zijn. Dus men ziet zichzelf als een soort elite boven het plebs verheven en men leert elkaar eigenlijk om andere mensen als mensonwaardig te behandelen, om de ogen te sluiten daarvoor, voordat mensen zich slecht kunnen voelen, om blijkbaar voor te bereiden op het bankwezen of om de volgende CEO te worden, om de volgende Vlaamse elite te worden.